Hallo, mijn naam is Chantal Peremas en ik laat jullie 177.413 stropdasknopen zien in een zo kort mogelijke tijd. Ga mee! Goed, vandaag gaan we een Baltisch knoop maken. De Baltisch knoop is in mijn ogen een van de mooiste, grootste symmetrische knopen die er zijn. Je ontkomt er niet aan om een trui, een vest, een colbert te dragen, want je wilt hem namelijk hier zo groot mogelijk hebben. Waarom heb ik nu voor een Baltisch gekozen in plaats van een Windsor? Ze zijn allebei even symmetrisch, alleen soms of vaak dan heb je van die stropdassen die nieuw zijn en die zijn vrij smal hier. En dan wil je toch een forse knoop hebben. In dat geval is het wat handiger om een Baltisch te knopen, omdat je die wat hoger neemt en je krijgt een veel symmetrischere knoop. Ja, het ziet er gewoon net iets meer beter uit dan een Windsor. Volg me en we gaan hem samen knopen. Oké, we hebben de brede zijde aan de rechterkant, dunne zijde links. Video is gespiegeld, dus je kunt eigenlijk gewoon meteen meedraaien. Jij houdt de brede zijde aan de rechterkant. Omdat je vrij veel stof gaat verbruiken en je wilt hem eigenlijk... Wil je de knoop zo breed mogelijk hebben, ga je nu de dunne zijde ongeveer op navelhoogte brengen. En de brede zijde ga je dus eigenlijk dit gedeelte helemaal opknopen. Je hebt de zoomzijde naar buiten toe. En dan begin je. Je gaat rechts, onder links. Vervolgens sla je hem midden door. Dan heb je de eerste slag te pakken. Wat je nu gaat doen is meteen weer midden door, hoog, goed strak aantrekken en naar links toe. En deze twee slagen herhaal je. Je gaat weer midden door, en nog één keer midden door. Waarbij ik er goed op let dat dit gedeelte hier strak zit. Dit gedeelte hier ook. Dus ik krijg een mooie driehoek al. Nu sla ik hem over het midden langs. Achterlangs door. En je ziet al dat je met je baltus vrij kort eindigt. Deze laatste slag haal je hier door het midden. Aantrekken, knoop vasthouden, dunne zijde, omhoog, en de kraag omlaag. Baltus, de bedenker hiervan, liep daar ook echt zo mee rond. Ik denk dat de wereld hier nog niet helemaal klaar voor is, dus wat wij doen, onder je colbert, onder je vest, trui verstoppen, hele mooie zeer symmetrische knoop waar je mee voor de dag kunt komen. Dat was hem, de Baltisch knoop. Een vrij eenvoudige knoop eigenlijk, met een viertal slagen, links en rechtsom. Een hele symmetrische, echt grote, forse driehoek die je hier krijgt. Zorg er wel voor, wederom, dat je de knoop afdekt, want je krijgt de brede zijde vrij hoog op je kleding te zien. Voor formele evenementen is dit echt een hele geschikte knoop. En zeker met contrasterende kleuren, zwart, rood, wit op, rood op wit zou geweldig zijn. Een witte stropdas op een zwarte overhemd. Hij komt er echt goed naar voren toe. Misschien dat je nog een kraag zou moeten nemen, een boord die wat breder is, zodat je de hoekpunten ook duidelijker te zien krijgt. En daarmee heb je gewoon een perfecte knoop voor bijna ieder evenement. Vond je dit een goede knoop? Vind je dit een leuke knoop? Laat het me weten. Je kunt je abonneren op mijn website of op de YouTube kanaal voor nog meer video's. Laat me in ieder geval een reactie achter. Zou ik leuk vinden. En tot de volgende knoop.